Kom dat zien, kom dat zien. Kom dat zeker zien bij papa Giacomo's Freak Show. U kunt hier onze freaks aanschouwen. Ik heb het niet gelogen tegen uw beste mensen. We hebben hier de meest verbazendwekkende creaturen. Beledig u er één? Beledig u ze allemaal. Ze hebben hun eigen wetten. Dus kom dat zien, kom dat zien, kom dat zeker zien. Als jij er klaar voor bent, sta je op en loop je weg. Sta op en loop! Komt hij blijft over. Plakken in de stoel! Een heks! Oh, het is een heks! Een heks! Oh. Hier heb ik maar één oplossing voor. Nee! Ik ben Lola Lapalooza en ik ben een domteuze in de freakshow van papa Giacomo. En normaal gesproken doe ik dus allerlei dieren trainen. Dit is mijn kleine babywolf. En in papa Giacomo's freakshow zitten allerlei soorten freaks. Je kan het zo gek niet bedenken. Papa Giacomo is heel de wereld over geweest om al zijn freaks bij elkaar te krijgen. Ja, dit is een van mijn dieren. Dit is de babywolf en de papa wolf zit in de grote kooi. Ja, die is niet meer zo handelbaar natuurlijk. En mijn katten, daar doe ik ook trucjes mee. Dat is half mens, half katten zijn dat. Wij doen eigenlijk allerlei soorten dingen. Dus niet alleen maar Halloween of Griezel. Wij doen alles van dus wat je nu ziet, freakshow, tot aan zware horror, tot aan grote vechtshows, fantasy shows, ook Lord of the Rings acts. Je kan het zo gek niet bedenken. Wij zeggen altijd, alles wat je kan dromen, kunnen wij realiseren. Een beetje een nep-vampier. Ja. Wie ben je dan? Ja. Toch wel Dracula? Ja, eigenlijk wel. Eigenlijk wel, hè. Heb je al gegeten? Nee. Heb je nog geen bloed gedronken? Nee, niet. Nou, dan moet je zo ook even een teugje nemen, hè. Ja. Nou, ik zie het al. Je bent aan de lijn. Ja. Ja, welk date volgt u? Alles door elkaar, eigenlijk. Alles door elkaar? Ja, werkt best wel goed. Dat valt, hè, want je hebt bijna je geboortegewicht, zie ik. Ja, ik wil nog iets meer afvallen eigenlijk, maar ik denk dat ik dan een been moet laten amputeren. Ik denk het ook, ja. En voor de rest, nu ben jij natuurlijk het levende lijk. En wat kan ik nou als vraag aan het levende lijk stellen? Dat ik zeg, dat is een goede vraag. Nou, eigenlijk niks, want zoals u ziet is alles weggerot, behalve mijn botten. Dus ik heb ook geen hersens om te antwoorden. Dat is het. Wat u bent? Ik ben een piraat. Je bent een piraat? Ja. Ja, en die boel binnenkort naar de tandarts? Ja. Zie ik wel, die tanden zitten een beetje naar voren. Ja. Een beugeltje? Dat is al 300 jaar geleden. Oh, al 300 jaar geleden zo. Ja. Dit was Halloween 2014 in Sassenheim, Park Rusthof. Het was schrikken geblazen. Tot de volgende keer.